Hey, hallo en welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Zoals je aan de titel hebt kunnen zien, ben ik hier vandaag met een nieuwe adventskalender unboxing video. En vandaag gaan we die van de Issy Paris XL behandelen. Ik ga hem nog niet gelijk in beeld laten verschijnen. Ik ga daarbij ook gelijk zeggen, het is heel slecht weer buiten. Echt zo een beetje slechte belichting. Ik ben een huistuin keuken YouTube videomaker. Wat wil zeggen dat ik hier geen studio heb met mijn ganse belichtingen en zo. En de kalender is heel wit. Dus ik ga tijdens de video, je gaat dat waarschijnlijk ook gewoon zien. En ik ga dat nu gewoon zeggen, want anders ga ik me daar heel hard over frustreren. Maar nu weten jullie het gewoon. Dan ga ik daar gewoon nu niks meer over zeggen. Als jullie dat zien gebeuren, don't shoot me in the comments. I know. Maar ik kan er dus ook gewoon niet heel veel aan doen. We gaan vandaag de kalender van Issy Paris XL bekijken. Het is het derde jaar dat ik deze kalender ga bekijken. De Only You kalender. Dat is van het huismerk, om het zo te zeggen, van Issy Paris XL. Hij kost €25,95, maar naar jaarlijkse gewoonte, naar goede gewoonte, als je geabonneerd bent op de Issy Paris XL nieuwsbrief, dan krijg je echt zowel bijna dagelijks een mail dat er kortingscodes aan de gang zijn, dat er ergens wel een actie aan de gang is. Dus ik heb deze kalender aan 20% korting kunnen kopen. Niet omdat ik specifiek een member was of zo, maar gewoon omdat het een kortingsdag was. En ik ben er zeker van dat je ergens wel een kortingscode zal kunnen vinden. Of als je nu een paar dagen wacht, Issy Paris XL doet echt zoveel kortingen. Dus ik zou hem sowieso niet full size kopen. Zeker, het is oktober. We kunnen nog wel eventjes wachten vooraleer dat het december is. Vooraleer dat advent begint. Dus dat is toch wel al een klein tipje dat ik op voorhand wil meegeven. Mocht je de kalender uiteindelijk plezant vinden. Nu, hoe ziet die kalender eruit? Dit jaar zijn ze voor een super wit design gegaan, vind ik zelf. En ik snap het wel, want kerst en een sneeuw en wit. En zo heel tof met die lucht. Zo wat dat pastelachtig. En ze zijn gegaan voor beren op de voorkant. Witte kerstbomen met beren en hier en daar zo wat goudfolie-achtige afwerking. Ik ga gelijk heel eerlijk met jullie zijn. Ik ben dat altijd. Maar ik ga het gewoon zeggen. Ik vind het design iets minder dit jaar. Ik vond het design van vorig jaar en het jaar daarvoor eigenlijk toffer. Vorig jaar was het ook anders afgewerkt. Nu is het echt gewoon bam, een vierkant. Ah ja, er is een gouden stoffen strik. Maar zo langs de voorkant, ik vind, als je mij nu zou zeggen dat dit een kinderadventkalender is, dan zou ik je helemaal geloven. Het geeft me echt zo wat kinderlijke vibes en het is maar wat jij tof vindt. Maar van alle adventkalenders die ik dit jaar al gefilmd heb of die ik al binnen heb, want ik heb nog wel een paar adventkalenders staan, vind ik deze toch wel iets minder van design. Don't shoot me, dat is echt gewoon mijn mening. Als je dan de kalender open doet, en dat vind ik dan wel weer heel tof gedaan, het is allemaal wel weer wit, met dan die gouden folie afwerking. Maar er staan zo super toffe quotes op. Zo bijvoorbeeld, give me a 5, bij dagje nummer 5. Allee, zo kan je toch wel al een paar toffe quotes zien. Dat vind ik echt wel heel fijn dat ze daar zo aan gedacht hebben. En ondertussen zag je mij zo boven die kalender staan piepen. Dus dat vind ik wel heel tof gedaan. De voorkant vond ik iets of wat kinderlijk. Maar de binnenkant vind ik dan toch echt gewoon puur door die quotes, door die tekstjes. Vind ik dat wel heel tof gedaan. Nu, wat zat er altijd in die adventskalender van Issy Paris XL? Daarvoor kan je mijn video's gaan herbekijken, want die staan gewoon nog op mijn YouTube-kanaal. Ik zal die op het einde van deze video in beeld laten verschijnen. Vorig jaar was echt een heel harde herhaling van het jaar ervoor. De kalender staat ook wel gekend om opvulcadeautjes te gaan gebruiken. Een puntenslijper, een nagelvijl. De ene is echt al wat praktischer dan de andere. Bijvoorbeeld zo'n stom kwastje, zo'n sponsig kwastje, waarmee dat niemand zijn oogschaduw aanbrengt. Dat zat er vorig jaar ook in, maar het jaar daarvoor ook. Dus mijn verwachting, ik hoop echt dat er buiten de limited editions, want dat doen ze wel, dat er zo nieuwere items tussen zitten. Want vorig jaar was in grote mate hetzelfde als het jaar daarvoor. Maar ik hoop dat er dit jaar echt zoiets tussen zit waarvan je denkt, ja, oké, ik had hem vorig jaar niet gekocht, maar dit jaar wil ik hem echt sowieso. Daar hoop ik althans op. Dus ik zou zeggen, duimpje omhoog voor adventkalendersvideo's. En dan gaan we op zoek naar vakje nummer 1. En zo tof dat ik nog eens een kalender kan unboxen met echt zo van die vakjes. Want dat is dit jaar nog niet heel vaak voorgekomen. Nummer 1. Er staat op You're One in a Million. Hoe tof is dat? Want, wees eerlijk, you are one in a million. Vakje gaat gemakkelijk open. En we beginnen gelijk met iets dat niet make-up gerelateerd is. Het is een Bordeaux scrunchie.
wel heel fijn dat ze een feestelijke kleur hebben gekozen. Deze is... Ja, mijn kerstavond, mocht je een scrunchie liefhebber zijn, komt dit wel van pas. Ik ben niet echt een scrunchie mens. Ik denk dat je kan hem ook zo wat als armband gebruiken. Maar als dag nummer 1... Ja, ik heb dit liever op dag nummer 1 dan op dag nummer 24. Dus ja, dat als eerste cadeautje. Nummer 2, daar staat bij... To make you smile. Want er staat een 2 voor. Dus to make you smile. Daarin krijgen we ons eerste productje. En gelijk de struggle, die herinner ik mij ook nog. Deze kalender, de productjes zitten daar zo goed in vast. Het doet mijn vingers pijn om ze eruit te halen. Dit is een liquid eyeshadow. En er staat nooit een kleur bij. Maar het lijkt me een bronzig-goudige kleur te zijn. Zo kunnen jullie dat wel goed zien. En hoe graag ik jullie die producten geswatcht wil laten zien. Echt, ik wil jullie gewoon op mijn hand de full effect geven. Ik heb gewoon zoveel make-up. Ik heb liquid eyeshadows. Dus ik ga deze onaangeroerd houden. Want dan kan ik hem in de decembermaanden nog weggeven. En dan is er helemaal geen probleem met dat ik hem al heb geopend. Dus... Ja, sorry als je graag swatches wil zien, maar aan de andere kant, misschien maak je dan wel eens kans om de liquid eyeshadow in een giveaway pakketje of zo te ontvangen. Wie weet. Nummer 3, daar staat bij, hooray, it's today. Er zijn al 3 quotes op rij, super tof. Daarin krijgen we een sponsje. Dezelfde, denk toch dat het dezelfde is, dezelfde kerstboomvormachtige spons. In een blauw, ijzig blauwe kleur. Ik geloof dat ik dat vorig jaar ook gezegd heb. Dat ik de vorm redelijk ambetant, redelijk lastig vind. Om er echt mee foundation of zo op je lijf te gaan. Of op je lijf, op je gezicht te gaan smeren. Langs de andere kant denk ik dat het puntje wel heel gemakkelijk is voor onder je ogen. Dus dat in vakje nummer 3. For a special someone. Ik vind dat wel echt heel tof. Ik heb dat nu al een paar keer gezegd. Maar ik vind dat heel tof dat ze dat gedaan hebben. For a special someone, daarin krijgen we, naar jaarlijkse gewoonte, een oogpotlood in de zwarte kleur. Dus een zwart klein oogpotloodje. Ja, hier ben ik weer met mijn verkleinwoorden, maar het is wel echt een potloodje. Want het is een kleiner formaat dan een gewoon oogpotlood zou zijn. En vorig jaar hadden we hem in zwart, goud en zilver, als ik het goed heb. Dus ik hoop dat ze dit jaar... toch wel eens een ander gewaagder kleurtje of zo erin durven stoppen. Nummer 5. Give me a 5. Dat is zo een verdacht klein vakje. Daarin krijgen we opnieuw een make-up productje. Dit is de Shimmer. De Shimmer Powder for Face and Body. En daar was de postbode met alweer een nieuwe adventskalender. Laat me trouwens in de reacties weten welke kalender je sowieso nog heel graag zou willen zien. Ik heb nu nog die van de Action, de goedkoopste van de Rituals. En die van Essie heb ik net binnengekregen. Maar als je daarbuiten nog aan een andere kalender denkt, laat het mij hieronder gerust weten. Maar dus, ik was de Shimmer Powder aan het laten zien. Volgens mij is dat wel een ander kleurtje dan vorig jaar. Deze is heel wit. Heel licht champagne-achtig. Wel een hele mooie kleur, vind ik zelf. Dat was nummer 5. Nummer 6, dat is die, dat beertje dat aan het slapen is. En daarin krijgen we ons eerste lippencil. In een mooie rode kleur, de Jumbo Lipstick. Die herken ik van vorig jaar en het jaar daarvoor. Maar als je nieuw bent, als je nog nooit eerder deze kalender hebt gekocht, dan is zo'n rode lippenpotlood... Allee, het is eerder echt... Het wordt echt gebruikt als een lipstick. Dan is dat rood echt wel een fantastische kleur. En echt iets dat niet kan ontbreken in een adventskalender. Dus dat vind ik zeker geen slecht vakje. Nummer 7, daar staat geen quote op. Daarin krijgen we terug een eyeliner. En deze ziet er iets anders uit dan die van vorig jaar. Want het lijkt me een donker, grijzige kleur te zijn. En dus niet dat licht zilver als anders. Ik geloof wel dat er een shimmer in zit. Dus ik zou durven zeggen dat het zo eerder een donker zilver, shimmerachtige potlood is. En met 2 potloodjes denk ik dat we binnenkort wel een slijpertje kunnen gaan verwachten in deze kalender. Nummer 8, daar staat op Let's Go Ho Ho.
Daarin krijgen we een liptopper. Cool! En het is een glitter lip topcoat. Ik denk die glitter, die hadden we al van ver zien aankomen. Allee, ik toch in dat vakje. Want oh my, glitteren, dat doet hij sowieso. Kijk dat gaan. Naar nummer 9. En iets doet me vermoeden dat dat nog eens een oogpotlood gaat zijn. Nee. We worden verrast met een kleine kwast met toch wel een tof design. Ik vind het mooi vormgegeven. Met dat goud. We krijgen weer die eeuwige spons applicator waar niemand zijn oogschaduw mee aanbrengt. En langs de andere kant zo'n beetje een kleine, plattere kwast. Het is echt wel heel mini. Nummer 10. You're a 10 out of 10 staat erbij. Het is echt wel heel positief en zo. Super tof. Daarin krijgen we terug een lippencil. Zo'n jumbo lip pencil als ik hem eruit krijg. Ook weer in een rode kleur. Maar deze is eerder naar de donkerrood bordeaux kant. Zo kan je dat wel zien. Nummer 11. You love this snow much. Oké, dat is een hele grote claim. Laat eens zien wat erin zit. Ja, dat zit er ook jaarlijks in. En jaarlijks loopt dat gelijk met het design. Het is een spiegeltje. En hier staat dan geen ijsbeer op, maar hebben ze de pastelkleuren van de lucht die dat ze op de afbeelding zo hebben gemaakt, hebben ze dat gebruikt. Dus dat vind ik wel heel tof. Zo'n klein handspiegeltje, ik vind dat ook echt nooit verloren, want in elke handtas heb ik zo wel ergens een spiegeltje stoppen. Dat is ook gewoon handig, komt altijd wel van pas als je gegeten hebt of zo. Eens checken. Dus zo van die kleine spiegeltjes, het is een opvulcadeau, maar ik vind dat geen storend opvulcadeautje. 12 on a shelf. Dus waarschijnlijk is er iets met 11 on a shelf, maar dan hebben ze het nu voor 12 gebruikt. Dat zit goed vast. Helemaal slopen. Daarin krijgen we een kwast. Dat is wel... We hebben er vorig jaar een kabuki gekregen, maar nu krijgen we echt zo een toffe kleine kwast met een afgeplatte, zo in een angle afgesneden. Ideaal voor zo highlighter of zo. En ik moet eerlijk bekennen, de haren voelen heel degelijk aan. Ze voelen zeker niet stroef of slecht. Ik denk dat dit wel een kwastje is dat je gemakkelijk zou kunnen gebruiken. Dus dat is wel heel tof dat ze eraan gedacht hebben. Ook weer hetzelfde design, zo'n beetje met dat goud. En zo wat nude-achtig. Heel tof item. Toffer dan die oogschaduwkwast van daarnet. Nummer 13. You're my lucky number 13. Die moet ik ook echt helemaal slopen. We krijgen een lippenpotloodje. Dat hebben we nog niet gekregen in de eerdere kalenders van Issy Paris XL. Dus dat vind ik wel een heel toffe verrassing. Het is een Bordeaux lippencil. Die ziet er zo uit. Nummer 14. Don't stop, get it, get it. En daarin krijgen we een oogschaduwpaletje. Dat is ene dat jaarlijks terugkomt. En oh zo tof aan deze kalender. We hebben het design trouwens dit jaar echt heel leuk aangepakt. Doordat die eyeshadow daarop staat. Met die hartjes en zo. Vind ik echt super tof. En de kleuren. Deze kan ik wel gewoon open doen. Ik kom er niet aan. Ik praat er niet tegen. Dus ik hoop dat die gewoon mooi onaangeroerd blijft. De kleuren zijn shimmery. En draagbaar. Zowel die twee gouden, die lijken wel wat op elkaar. Al ziet deze er meer gelachtig uit. Misschien is dat de primer. Dus dat is wel tof, een eyeshadow palette. Nummer 15, Slay All Day. In het begin gingen die vakjes zo gemakkelijk open. En nu ik zo excited ben. We krijgen een matte lipstick in zo'n liquid vormpje. En dat hebben we ook al eens gekregen. Het ziet er een mooi diep rode kleur uit. Het gaat wel heel mooi bij de lip liner staan. Ik denk dat dat zo wat gelijkaardig zal zijn. We hebben nu wel al drie rode kleuren. Als je nu niet van de rode lippen bent of je vindt dat te gewaagd, zelfs tijdens de feestdagen, dan vrees ik wel een beetje dat deze kalender je lippen niet echt heel veel gaan geven qua pakjes. Dus dat is ook maar weer wat je zelf wel of niet fijn vindt om te dragen. Nummer 16. Daarin krijgen we, jawel, het moest ervan komen. Een toffe, roze, kleine puntenslijper. Dus die kon niet ontbreken. Zeker niet nu dat we drie van die kleine pencils, van die kleine potloodjes hebben. Ja, dat hoort er dan wel gewoon bij. Nummer 17.
En een nagelvijl, dat is ook ene dat jaarlijks terugkomt. Al moet ik zeggen dat ik hem dit keer wel heel tof van design vind. Het lijkt zowel wat zeemerminnenachtig. Vorig jaar was hij gewoon rood, simpel. Ik vind het design wel tof. Langs de andere kant, het is wel een klein nagelvijltje. Ja, dat zijn zo van die dingen. Ik ben al niet meer verrast dat het erin zit. Het is nu de derde keer op rij dat dat daarin zit. Dus ik schrik daar niet van. Wat vinden jullie daarvan? Laat het mij gerust weten. De volgende is een liquid eyeshadow. En dat is nu de tweede. En deze is in een super mooie rosé gouden kleur. Echt zo met mooie glitters. Dat is nu de tweede liquid eyeshadow en die passen, die twee kleuren, die passen ook gewoon geweldig mooi bij het oogschaduwpaletje. Dus zo kan je je look wel mooi gaan opbouwen. En het zijn ook gewoon mooi neutrale kleuren. Niks te flashy, niks te opvallend. Gewoon mooi neutraal, bronzy met een beetje shimmer. Dat vind ik wel heel fijn dat dat wel draagbaar is. Want heel veel mensen vinden oogschaduw soms nogal lastig. Maar dat zijn wel draagbare kleuren. Dus dan kan je wel eens... Oef, en over draagbare kleuren gesproken. De volgende liptopper is dat niet heel hard. Die wou er gewoon niet uitkomen. Het is een liptopper. Dus een beetje hetzelfde als die ijzige van daarnet. Maar deze is echt... gewoon puur babyroze. En het is een liptopper. Ik weet natuurlijk niet hoe dekkend dat is. Maar als die mega dekkend is, dan is dit gewoon Britney Spears op je lippen of zo. Wel een beetje grappig hoe ik net over draagbare kleuren aan het praten was. Toen er gewoon een babyroze liptopper tevoorschijn kwam. Nummer 20, die zit hier bovenaan. Dat is een klein vakje. Daarin krijgen we een kleine kabuki. Een beetje hetzelfde als vorig jaar. Met dan als verschil dat deze een heel mooi gouden voetstukje heeft. En ook deze voelt van kwaliteit. Van haren voelt die heel aangenaam aan. Oké, keep them coming. Nummer 21. Weer al bijna het einde van de kalender. Oeh, ja, oké. Verrassend. Een haarspeld, een haarklipje. Ik ben al blij dat we het niet in het laatste vakje krijgen. Want als ik het goed heb, hebben we vorig jaar een haarspeld in vakje nummer 24 gekregen. Was ik toen echt gewoon... wat gebeurt er? Maar nu krijgen we hem in vakje nummer 21. Even dubbel checken. Een kleine haarklip, een schuifspeldje met allemaal parels. En ik vind persoonlijk deze ook gewoon veel mooier dan die van vorig jaar. Dus ja, als je hem zelf niet zou dragen, ik denk dat je wel iemand in je omgeving zal kennen die dit haarklipje ook wel mooi vindt. Dan gaan we alweer naar nummer 22. Hier. Ik denk echt dat met dat wit dat jullie niet heel veel hebben kunnen zien tijdens het openen. Sorry daarvoor. We krijgen ons laatste oogpotloodje en dat is dan de derde. En het is geen gouden. Het lijkt me een donkerbruine metallic te zijn. Dus dat is ook niet zo hard als zwart. Als je zwart echt niet graag draagt, dan is bruin wel een mooie tweede keuze daarvoor. Dus ja, dat. Dan gaan we naar nummer 23. Dat is de voorlaatste alweer. Nummer 23, dat is de beer met de sjaal. En daarin zit een highlight. Dat is tof. Dat is een tof voorlaatste vakje. Een mooie highlighter. Een beetje een donker gouden highlighter. Dus afhankelijk van hoe licht of hoe donker je bent, is het wel of geen kleurtje dat je gemakkelijk kan dragen als highlighter. Langs de andere kant, als je er te licht voor bent, niemand zegt dat je dit enkel op je wangen kan dragen. Draag het op je ogen, rock it als een eyeshadow, echt door je zin mee. Ik heb net zo eens naar alle productjes gekeken en ik heb voor mezelf uitgemaakt als vakje nummer 24 een mooie blush is. Dan is dit wel een redelijk complete adventskalender, in die zin dat je er gewoon quasi een full face mee kan maken. We hebben highlighter, oogschaduw, meerdere oogschaduw, zelfs liquid. We hebben productjes voor de lippen, dus dat is allemaal wel heel fijn. Maar ik mis een blush. En met een blush kunnen ze eigenlijk ook niet heel veel misdoen. Een bronzer, dat is nogal een beetje tricky. Maar een blush, gewoon een mooie blushkleur, daar hoop ik van dat hem in nummer 24 zit. Last but not least, ik ben heel benieuwd. We krijgen hem, maar we krijgen wel zo'n kleur. Oh nee. Het is een bronzer blush duo, dus dat vind ik al redelijk gewaagd. Dat ze er een bronzer in durven stoppen, omdat dat toch ja, een heel specifieke kleur is. Maar de blush,
Ja, die is gewoon echt zo, ja, zoals ik daarnet zei, een beetje Britney Spears vibes. Echt gewoon baby roze, zoals flamingo roze zelfs. De blush zelf vind ik heel erg roze. Als die nu ook nog eens zo straf gepigmenteerd is, dan weet ik niet of ik het echt heel draagbaar vind voor de wintermaanden. Toch zeker, ik zou persoonlijk, iedereen doet zijn eigen ding, maar persoonlijk zou ik nooit zo'n roze blush dragen tijdens kerst of zo, of tijdens de feestdagen. En van de bronzer zie ik nu ook dat er een gouden shimmer in zit. Ja, als je de highlight poeder en zo ook al gebruikt, dan ben je misschien op het einde van heel je make-up routine een glanzende disco bol. En dat is ook maar de vraag of dat de look is waarvoor je gaat. Maar zoals ik daarnet bij die highlighter zei, er heeft niemand gezegd dat je dit moet gaan gebruiken als een bronzer, als een blush. Doe er gewoon je zin mee. Make-up heeft geen regels, kent geen regels. Dus ja, dit in vakje nummer 24. Voor mij persoonlijk iets te fel, maar voor jou misschien het ideale eindpakje. Laat het mij vooral weten, want ik heb heel de kalender gewoon lekker unboxed met jullie. Maar laat mij vooral weten wat jullie van de items vinden. Ik ga ze gelijk in beeld laten verschijnen, gewoon allemaal op een rijtje, zodat je nog eens een overzicht hebt van wat er allemaal in deze kalender zit. Ja, buiten de gekende opvulcadeautjes, ik wist wel dat ze eraan zaten te komen, krijgen we wel een heel tof gamma aan verschillende productjes. Lippenproductjes, oogproductjes, de dingetjes voor je gezicht, de blush, de bronzer, de highlight, de shimmering powder, zelfs voor je lichaam. Het zorgt er wel allemaal voor dat je, nadat je deze kalender helemaal unboxed hebt, dat je wel een full face of make-up kan doen en dat het er redelijk feestelijk uitziet. We krijgen ook wel twee items voor het haar. Ik wist nu niet dat Only You ook al dingen voor het haar deed, maar ja, bon. Het zijn de feestdagen, het is uiteindelijk, het zijn geen verloren cadeautjes. Ik denk, zo goed als allee, de meesten onder ons hebben wel haar, dus je kan er sowieso wel iets mee doen. En dat is in een notendop de Only You adventkalender van bij Issy Paris XL. Ik ben super benieuwd wat jij ervan vindt, dus laat het mij hieronder in de comments weten. Ik lees en ik beantwoord comments altijd, dus ja, voel je niet verlegen. Laat maar gerust een toffe comment achter en dan kunnen we een beetje verder babbelen bij de comments. En als je volgende adventkalendervideo's niet zou willen missen, er komen er nog een paar aan, dan kan je super gemakkelijk abonneren. Dat doe je door op mijn foto hier te klikken, zo blijf je op de hoogte van de volgende video's. En tot dan, bye!